En hij stuurde me dickpics en gekke berichten. Ik heb één keer de politie gebeld. Welkom, welkom. Hallo, ik ben Gwen van Poorten en dit is mijn Vice interview. Twee jaar geleden, want ik drink al twee jaar niet meer. Omdat ik gewoon helemaal fucking klaar mee was. Bij mij is het gewoon alles een overtreffende trap. Katers, feesten, alles is intens, nooit met mate. En ik heb er gewoon geen energie meer voor. Ik wist het gewoon zeker. Er was gewoon net een kater te veel. Net iets vaak genoeg gezegd. En toen was het dus echt klaar. En iedere keer als ik daar niet naar luisterde, voelde ik me gewoon een sukkel. En ik dacht ook, ja, kom op man. Dat is toch gewoon, dat moet jij toch ook kunnen? Ja, nee, ik kan dat niet. En ik ben nu dus ook echt wel een stuk gelukkiger. Het grootste probleem van jonge mensen tegenwoordig is... Dus ik heb heel vaak dat ik jonge mensen hoor... die een droom hebben, een ambitie... maar daar niet in willen investeren. Terwijl... In het begin ben je geen koning of geen koningin. Dan ben je misschien nog helemaal niet goed in iets. Ga dan eens een stage lopen ergens. En vang daar geen drol voor. Ga gewoon eens je nieuwsgierigheid achterna. Geld is niet het belangrijkste. Geld komt daarna pas. Natuurlijk op een gegeven moment, weet je, als je wat skills hebt... dan ga je niet voor niks werken. Maar het is niet fout om gewoon ook te investeren in jezelf door... vies, maar je netwerk uit te breiden door gewoon je hart te volgen en gewoon meters te maken. En ik snap die shit ook wel, want je kijkt nu op social media, dat had ik niet 10 jaar geleden. En je ziet iedereen in een Range Rover met 6 Louis Vuitton tassen de wereld rondreizen en je ziet niet precies wat ze voor werk doen altijd. Je ziet niet meer dat buffelen, dus ik heb het gevoel dat dat plaatje aan de voorkant een beetje geïdealiseerd wordt. Maar geld moet niet de eerste motivatie zijn. Dan heb ik het vooral over een hele hoop mensen die een hele hoge ambities hebben. En verwachten meteen dat ze op hun 16e, 17e daar een dik salaris mee verdienen. Waardoor je eigenlijk gewoon kansen misloopt. En dat is zonde, want er zijn ook zoveel dingen die je kan doen om, waar je gewoon mee kan leren. Waar je gewoon op avontuur in kan gaan. Als jij iets gaat doen wat je tof vindt, dan gaat dat echt wel komen. Dan komt dat wel. Maar laat jezelf eerst eens zien wat je in huis hebt. Ik kan echt niet bijhouden hoeveel super zieke DM's ik heb gehad. Echt. Ik heb één keer de politie gebeld. Omdat een man... Ik was uit geweest. Ik zat in de Uber naar huis. En hij stuurde me dickpics en gekke berichten. Maar hij had ook zijn kindje op zijn profielfoto. En dat was gewoon openbaar met zijn bedrijf erbij. En ik had een paar drankjes op en ik had niet moeten reageren. Maar ik zei, gast... Kijk nou eens wat je doet. Besef je hoe slecht dit is voor je bedrijf? Maar ik wilde gewoon een soort van... Dude. Hij was helemaal... Ik begrijp het. Volgende ochtend had ik weer allemaal dickpics van hem. Oh nee, die avond van tevoren had hij ook nog gezegd... Ik heb psychiatrische problemen en ik heb daar hulp voor gezocht. En toen deed hij het dus weer allemaal. En toen dacht ik, ja, ik moet hier gewoon een melding van maken. Want als jij niet... dit meer hebt en je hebt een kindje en ik zie de foto's van je hele gezin en je bedrijf en ik spreek je aan en je gaat maar door, dan heb ik het gevoel dat hier gewoon heel even gecheckt moet worden. Maar ja, wekelijks. Mensen hebben geen schaamte. Dat ik mag doen waar ik zin in heb en dat ik alles mag uitproberen. Mijn ouders hebben nooit gezegd dat ik mijn opleiding hoefde af te maken. Ik heb mijn HAVO-diploma. Dat is mijn enige diploma die ik heb gehaald. En mijn ouders en mijn moeder zijn. Je hoeft echt niet door te studeren. En toen kreeg je toch wel een beetje de stempel dat je een loser was. Terwijl als je kijkt naar de ondernemers om je heen. Heel veel mensen hebben hun opleiding niet afgemaakt. En ik zie nu ook wel dat doordat ik geen opleiding had. Ik fucking creatief moest worden. Want ik werkte bij een sportschool op mijn 18e in een stad waar ik niemand kende, in Den Haag. Gewoon blind naartoe verhuisd. En ik dacht, iedere ochtend als ik om 7:30 die deur openmaakte,
dit gaat echt niet mijn leven worden. Dus ik werd zo creatief om te hosselen, netwerk uit te bouwen, dingen uit te proberen. Ik heb allemaal gekke shit gedaan. Achtergronddanseres van Gerard Joling geweest. Kon ik helemaal niet goed, maar dat terzijde. Maar allemaal van dat soort dingen. Ik wilde zo graag presenteren. Maar als ik een vangnet had gehad, had ik er niet zo hard voor gevochten. Dus voor mij is dit het pad geweest. Ik zeg echt niet dat het voor iedereen ideaal is. Maar als mijn ouders mij hier niet in hadden gestimuleerd, ja, dan was ik waarschijnlijk nog bezig geweest met mijn studie. En dan zou ik naar de tijden van de energiehal gaan, van de hoogtijdagen, van de gabbers, waar gewoon alles kon. Gewoon je kop kaal scheren als chick met een staart en Air Max'jes aan, trainingspak aan. Ja, ik denk soms echt dat ik in de verkeerde tijd geboren ben. Ook als ik kijk naar die beelden uit de Roxy en de It, die tijden, ik heb een boek waarin staat dat toen nog uitnodigingen werden verstuurd met een ecstasypil erbij. Gewoon van hier. Dit is nog een nieuw soort ding. Die verkenningsfase, zeg maar. Dat je dan het uitgaan nog moet verkennen. En de dance die opkomt. Maar dan zou ik wel voor de gabbers gaan. Weet je dat de gabber mainstream was? Net voordat het niet meer cool was. Ja, ik had toen gewoon geboren moeten worden. Ik snap niet waarom. Ik heb echt het gevoel dat het een soort foutje is. Een glitch in the system, zo. Ja, ja. Kunnen we zo'n tijdmachine regelen?